In 9 afleveringen gaan we in op informatiebeveiliging en privacy binnen het onderwijs. In deze aflevering het belang van IBP voor je school. IBP staat voor informatiebeveiliging en privacy. Met informatiebeveiliging borg je de privacy van betrokkenen, dit zijn medewerkers en leerlingen, en garandeer je de voortgang van het onderwijsproces. Dat betekent dat de informatie op het juiste moment voorhanden is, juist is en alleen toegankelijk voor wie ermee moet werken. Wanneer informatie goed beveiligd is, ben je als school beter gewapend tegen bijvoorbeeld DDoS-aanvallen, de uitval van wifi of ongeautoriseerde toegang. Naast informatiebeveiliging met technische maatregelen is het belangrijk om alert te blijven wanneer je met persoonsgegevens werkt. Denk hierbij aan de afspraken in de gedragscode. Meer weten? Kijk op kennisnet.nl voor meer informatie.